Goedemiddag dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Wij staan hier langs snelweg. We zijn aan het tanken. Zonnebrand opgesmeerd. Fles water in de auto. Ja, zien jullie denk ik niet. En wij gaan naar... En we gaan wij? Leeuwarden? Moeten we daar nou weer doen? Wij gaan naar Cambuur Leeuwarden, FC Dordrecht. Let's go! Nou, dames en heren, wij komen net het dorpje, Friese dorpje Ter Kapelen binnen. En Rem, zo heet dat toch? Ter Kapel. Ja. Ter Kapel, ook goed. En ja, daar hebben de gasten een restaurantje waar ze vaker komen. Oh, we gaan er alweer uit, Ter Kapelen. Oh. Nou, ik heb het jullie niet gezien hebben, maar wij gaan er weer uit. En we komen zo bij een restaurantje aan, dan gaan we een hapje eten. En daarna gaan we lekker door naar de wedstrijd. FC Dordrecht. Nee, Cambuur Leeuwarden, FC Dordrecht. Gaat zien, hoi! Kom maar aan, Ro. Kijk, daar gaan we eten. Mensen, wij gaan even een hapje eten en wij zien jullie weer terug als we de auto in gaan richting Leeuwarden. Ik zou zeggen, tjus! Later. Later! Kijk eens met stukjes asperges erin. Smaakt die Rem? Fantastisch, asperges. Nou, we gaan snel door naar de volgende. Ro? Onwijs lekker, Max. Ja, hè? Zo. De brood. Ja. Kruidenboter. Onwijs lekker. Ja, mooi. Jij ziet er ook echt goed uit, Max. Ja. Ja, het ziet er... Ja, ik zit nou door... Er komt een enorme schaduw op te hangen, maar... Geen spijt van. Hé, mannen, we gaan lekker verder eten. Jij ook niet? Hè? Lekker broodje erbij. Oeh, net dan. Broodje, biertje. Voor Remco een. Dat moest ik van hem specifiek laten zien. Ja, komen, 0.0. We komen niet dronken thuis. We komen niet dronken thuis. Nee. Gaan we ook niet doen. Hey, we gaan snel eten. Zet lekker de camera uit. Nou, dames en heren, ook een toetje mag natuurlijk niet ontbreken. Toch, Rem? Nee, zeker niet. Zullen we even Roos toetje in beeld brengen? Ja, doe dat maar. Ro, waar is jouw toetje? Bakje pleur. Bakje pleur. Lekker zeg. Mart, mijn ijs wordt warm. Ja, mijn ijs. Ja, mijn ook. Eet smakelijk. Eet smakelijk, ja. Hey, doe eens even open, gek. Waar gaan we heen dan? Leeuwarden. Oh ja, moeten we ook nog doen vanavond. Zin on, hè? Ja. Hartstikke. Ro, even afzien. 2 keer 3 kwartier, kom. Ik ben heel zat. Oh, nou. Nee hoor, nee, dat was een grap. We gaan de auto in. Dames en heren. Wij hebben net gegeten hier bij de heren van Kakakat. Hoe heet dit hier? Nou, zo dus. En ja, ze hebben hier ook hele mooie vakantiehuisjes allemaal te huur. Maar ze hebben ook een onwijs lekker restaurant. En ben je in de buurt? Ligt achter Joure. Dikke aanrader. Heerlijk gegeten hier. Op naar Leeuwarden. Huh? Moet je allemaal maar kennen, die weggetjes hier. Ja. Hey, jij bent hier vaker geweest toch, Rem? Ja. Ja. Zit je te lachen, Ro? Hè? We zijn er. Kijk, stadionlamp. Ja hoor, kom er maar doorheen. Ik moet even gisteren doorrijden. Ja.
Dames en heren, het levende bewijs dat we echt gaan. Datum. Juiste. Mag nooit. Ja. Goeiedag. Hallo. Alsjeblieft. Oké, dank u wel. Mart, wil jij een broodje frikandel? Yeah.
Jullie visie op de wedstrijd tot nu toe. Ga je aan mij vragen? Je hebt niet veel gezien? Nee. Nee, dat was slecht voetbal, hè? Ja. Veel balverlies. Hoofdklasse wedstrijd. Hoofdklasse wedstrijd, ja. Ro, ben je het ermee eens? Slaaploze wedstrijd. Ja, hè? Weinig creativiteit. Vooral Dordrecht zei er helemaal niet eigenlijk. Bijna helemaal niet. Ik hoop dat het broodje frikandel lekker is. Ja, we zullen het alleen nooit weten. Nee. Nee. Kom, we gaan geen broodje frikandel halen. Zitten we dan bij het wonder dat Dordrecht heet. De heenwedstrijd, een paar dagen geleden. Leeuwarden. Ja, hoe je het ook noemen wil. Cambuur weer een paar dagen terug met 1-4 bij Dordrecht. En nu staat er ook weer 1-4 op het scorebord. Kijk maar, even kijken of we het kunnen laten zien. We zitten in Leeuwarden en we moeten nog terug naar
Zoetermeer. Nou ja. Ja, ik had die verlenging niet verzonnen. Nee, ik ook niet. Maar ja, wat doe je eraan? Ja joh. Wel leuk, waar voor ons geld. Ja. En Ro? Heb jij een beetje zin in de verlenging? Ja, we gieren de band naar huis. Ja, je broer maakt in de rust een opmerking. Als hij net zo'n zaadpot wordt als in de eerste helft, dan gaan we gewoon 10 minuten voor het einde naar huis. Ja, toen stond het 1-4. Ja, toen stond het 1-4. En moeten we nog 2 keer een kwartier blijven. En misschien wel de pingels. Maar ja, laten we dit zeggen. 1 doelpunt is nu wel genoeg. Gaat winnen. Ik denk het ook. Ja. Maar ik heb het gedacht. We gaan het zien. Volgens mij gaan ze weer opstellen, Ro. Nee. Zei je? Oké. Okay. Er worden ijsje halen bij de Mac, oké, als jij gelijk hebt. Dat is helemaal goed, Bart. Oké. Okay. Houk Jan. Is goed.